is het Kattenjournaal. De hoofdpunten. Agressie in het Brussels gewest neemt af. Shiba Louise stelt het goed na haar operatie. Het Brusselse gewest kent een opvallende daling van de agressie onder de kattenbevolking. Dankzij een groots opgezet programma om zowel katers als katten te steriliseren. Vooral op zwoele lentedagen hield de agressie regelmatig de hele nacht aan. In ziekenhuizen was het soms lang aanschuiven om de vele wonden en infecties te verzorgen. De nieuwe sterilisatiecampagne is een reactie op de vele Brusselaars die klaagden over nachtlawaai en een gebrekkige nachtrust. De campagne zal overal in het gewest te zien zijn. De bekende Brusselse kat Shiba Louise besloot zich te laten steriliseren na haar recentste huwelijk met kater Big B. 8 kittens was meer dan genoeg volgens de populaire katin. Volgens de artsen is de sterilisatie zonder complicaties verlopen en stelt Shiba Louise het goed. De familie wil de inwoners van het Brusselse gewest uitdrukkelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven en de bloemen die Shiba Louise kreeg. Miauw miauw, bedankt voor het kijken. Dit was het Kattenjournaal.